En jullie hebben altijd samengewerkt? Wie was er de baas? Altijd? Nee, niemand. Dat ging goed? Ja, we hebben eigenlijk geen problemen, ja. Ieder had zo'n beetje zijn... Ja, dat wordt wel... Omdat hij had eigenlijk... ja, ik had hem dat aangeraaien. Ik was dus in de vakschool geweest voor metaalbewerker. En draaien en paswerk, lassen en van dat dingen. Ik zeg, dat geef het een trek, hè. Dan zit er zo wat van alles in. Omdat we ook, ons vader had ook een winkel, hè. Een ijzerwinkel zei ze in die tijd, hè. En we verkochten stoven en ja, er was ook klein wasmachine en drogers en wat weet ik allemaal van die prul. Maar dan moest iemand de oog kunnen herstellen, hè. En toen is hij daar, hij heeft dan voor alle trekken gegaan, hè. En dat ding van stoven en zo, ik zeg het maar echt, uit. Dat deed ik niet graag. Ja, nee, vroeger in de smis, nou, het smisvuur was aan, de verwarming of iets was dat niet. En wanneer kwam de stoof binnen? In de winter. Als ze de stoof moesten hebben. En zo was dat toch koud en dan was... Al wat gevastpakken, dat plakte vast compleet. En dat gevroot ramen. Dat... Ja, en je kost niet tegen elkaar. Je kost niet goed tegen elkaar. Koude handen, ja. En de handschoenen aan ging dat natuurlijk niet. En dat was allemaal zo primitief nog in die tijd, hè, want die buiten, hè, die spreken van die beuzen stoven nog, als je dat nog kent. Hè, dat waren grote platte buizen, en die moesten dus geplooid worden. Dat was buiten te doen, hè, dat was te weinig plaats voor. En dan moesten die in plaats van gelast, moest dat gereveerd worden, moesten de gatikers geboord worden. Vasthouden, omdraaien, hè? Nog maar eens omdraaien. Ja, als je dat niet zo goed droeg, dan krijg je daar een lap tegen de kop ook nog. Ja, je werd dat moe, hè? Dat is zeker, je stond dus tegen de kop.